Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Tales of Symphonia. Vandaag, zwart Nando. Beeld. Oh, geen zwart beeld. Wat gaan we doen? Ja, we gaan op zoek naar die ene fortress of zo. En dan kunnen we shit doen, weet je wel. Nee, ik kan het niet goed uitleggen. Nou, wat we gaan doen vandaag is, we gaan eindelijk naar de Icelia Human Ranch toe. Omdat daar eigenlijk de laatste plaats is voor technologie die we nodig hebben om de manenkanon af te vuren. Oh ja, we willen shit afvuren. Yep. Ah, en natuurlijk hoor je weer hetzelfde deuntje wat je altijd hoort. Hè? Nou. En wat we hier dus hebben is, Kratos gaat nu met ons mee. En Nando vroeg in de vorige aflevering heel goed, waarom helpt hij ons nu? Ja. Ik vraag me nog steeds af waarom die ons nu pas helpt. Oké, wat eigenlijk de situatie is, is je weet dat in de oorspronkelijke oorlog die er was, had je 4 mensen. Je had Kratos, je had Ewan, je had Mythos en je had Martel. Ja. Nou, wat ze eigenlijk allemaal hebben gedaan daarvoor, was zij vochten destijds tegen de oorlog, omdat iedere keer mensen meer manen wilden gaan verzamelen. Meer manen, meer magic tech. Meer magic tech, meer wapens om de anderen weer te overheersen. Ja? Het is niet zoals in de huidige periode dat je nucleair de turns hebt, waarin ik een nucleair wapen heb en jij een nucleair wapen hebt. En het feit dat jij en ik beide een wapen hebben, dat elkaar cancelt. Want als ik die van mij afvuur, vuur jij die van jou af. Vuur jij die van jou af, dan vuur ik die van mij af. Ja. Dus ja, dat is een beetje het hele idee. Maar ja, dat was dus de hele oorlog. Mensen gingen meer dingen bemachtigen. Mensen probeerden meer eigenlijk dingen te verzamelen. Nou, dus de oorlog ging alleen maar naar boven. Ging alleen maar erger. Nou, ja. Toen kwam Mythos en Martel samen met een half-elf Ewan. En de Human Kratos gingen zij de oorlog stoppen door een pact te vormen met de Summon Spirits. Mm-hmm. Dus je had de Summon Spirits en daardoor hadden ze ook die pact met Mythos iedere keer. Ja. Nou, dan, toen gebeurde er iets nadat de oorlog gestopt was. De groep was verraden door een niet genoemde Human. En die Human was Kratos? Nee. Niemand weet wie de fucking Human was. Zelfs de Wiki, ja, weet niet wie de Human was. Het was gewoon, ja, klaar. Het was gewoon iemand. Ja, precies. Nou, toen werd Martel vermoord in het proces. Arme Martel. Ja. Deed zo erg zijn best. Nou, toen maakte Mythos een deal met de ruler van de Summon Spirits. Die komen we nog tegen. Om de wereld in 2 te splitsen. Een Silverrand en een Tefiala. Omdat dan ook de hoeveelheid mana die er was, er altijd voor zorgde dat wanneer er een bepaald punt was bereikt, dus wanneer de zandloper vol was, dat die werd omgedraaid, zodat ze niet zoveel meer mana zouden krijgen, dat ze weer een tweede oorlog zou komen. Mm-hmm. Nou, om een of andere reden broke Mythos zijn belofte met die Summon Spirit. Want dus de ding was dat zij de wereld wilden stoppen. Dus de oorlog stoppen en voor de rest vrede op aarde. Ja? Maar ja, je split die aarde in 2 en dan is er opeens geen vrede op aarde meer, maar vrede op aarde dus. Klopt dus niet. Nou, toen werd de Summon Spirit gesield in Kratos. Ja, dat kan om een of andere reden. Oh, lekker. Nou, wat dan zou gebeuren is, de pact die dan nog overbleef tussen Mythos en Origin zou alleen nog maar heel zijn wanneer Kratos dood zou gaan. Lekker. Dat is heel lekker dan. Dit stuk wordt later nog wel uitgelegd, maar dit is opeens van, oké, duidelijk. Nou, Mythos maakte toen kroesjes. Nou, je weet wat kroesjes nu is. Het geloof van Martel, et cetera, al die bullshit.
En probeerde toen via Deris Kalan, die ganse mana bol, een manier te vinden om Martell te reviven. Door een ziel te koppelen aan de Great Seed, dus die ganse boom die we voorgepakt hebben gespawnd, met een Crucius Crystal. Oh boy. Nou, de Crucius Crystals werden toen gebruikt om hun leven te verlengen. Nou, Kratos is ondertussen meer dan 4000 jaar oud, daardoor. Lekker oud. Ja, en Crucius heeft toegezegd, hey, er is een journey of regeneration. Als je die journey volgt, komt de mana weer terug. Nou, dat was eigenlijk gewoon een gigantische leugen, want eigenlijk wat daarmee gebeurt is dat de mana weer teruggaat. Je draait eigenlijk de zandlopen weer terug. Ah. En dat is nooit een journey of regeneration, het is een journey of cycling. Dus je draait de zandlopen weer terug. Fuck the generations. Ja, nee, en dat is het hele punt. Dus, en dan de Chosen One wordt eigenlijk alleen maar dan gedaan, dus een Colette of een Zelos, omdat hun ziel of mana signature heel dicht bij elkaar zitten. Nou, en dan kom je eigenlijk weer bij het stuk van wat Zelos was, omdat Chosens over het algemeen in de familie blijven. Kan je door middel van trouwen triggeren. Van trouwen? Ja, dus trouwen, krijgen ze een kind. Dat kind heeft dan een hele hoge kans dat ze de volgende Chosen zullen zijn. Ah. Afhankelijk hoe de Journey of Regeneration zal gaan. Want als ze geen Journey of Regeneration doen of er heel lang over doen, ja. Ja, nou, ondertussen zien we ook weer Chocolat. En Chocolat zit uiteindelijk in van, hey, jullie zijn niet evil. Top. Wauw, ze leeft nog. Nou. Dan zag je een hele verhaal erachter. Ja, dat merk ik wel, dat er een heel verhaal achter zit. Nou. En wat eigenlijk de situatie is van Kratos, is Kratos geloofde eigenlijk niet meer in Mythos' plan om eigenlijk een wereld te maken van, en wat hij noemt, de lifeless beings. Wat eigenlijk de situatie is, en ik kan het heel makkelijk uitleggen, Lloyd, Genius Rain, onze hele party is eigenlijk op pad om een Engels plan voor wereldvrede te stoppen. Mm-hmm. Nou, waarom dat niet goed is, komen we later wachten, wanneer we op Deris Kalan zijn. Maar ja. Dat zien we dan wel, ja. Maar ja, Kratos was het niet mee eens. Nou, descended op Silverrand. Daar ontmoette hij Anna, de moeder van Lloyd. En ja. Wel het boutje wauw, en toen was Lloyd. Pretty much, ja. En we dan even heel eerlijk zijn, als je nou nog niet achter wat was dat Kratos de vader is, ja sorry, maar we hebben zo lang geprobeerd om heen te gaan. Ik heb zelfs het eerst apart gecensureerd om die reden. Het is pretty fucking obvious. Vet, ik ben fucking goed in raden. Ja, nee, later worden we nog echt met een cutscene gezien van, oh nee, hij is de vader. En dan zit ik zo in van, ja, oh, shit, no shit. Het enige wat nog duidelijker was geweest, als gewoon gezegd van, ja, Lloyd is een magic swordsman. Dan had ik ook gewoon gezegd van, oké, okay, ja, yeah, jongens, het is goed. Het is goed, beetje. Nee, dit wordt eigenlijk pas gereveeld, I don't know, eigenlijk heel dicht bij het einde van de game. Jezus, dat duurt nog zo lang, nee, grapje. Maar het is toch ook het perfecte moment om dat dan pas te revealen. Nou, als je naar een hele ding kijkt, ja, want ik denk van, oh, dit is op zich een topic die redelijk snel wordt gaan. Maar weet je wat? We zijn eigenlijk al naar Deris Kalan geweest en dan pas wordt het gereveeld. Letterlijk in de laatste paar afleveringen wordt het pas gereveeld dat hij de vader is. Tja, moest wel, hè? Ja. En
mensen als jullie denken van, hey, maar waarom spoilen jullie het nu zo hard? Laat even heel eerlijk zijn. Nando, wanneer kwam Tales of Symphonia uit? 2003? Jij mag 2000, niet meer raden. 2003, is goed. De game is 17 jaar oud. Dus ja. Het is tering oud. Was dat nou een pop in? Ja. Oké, ik wil wel zeggen, what the fuck. Dus ja, maar eigenlijk wat de hele situatie nu, Kratos, waarom faal jij in het maken van ramen? Echt. Maar ja, dat is dus het hele punt. Iedereen had zo zijn eigen manier dus naar het kijken van wereldvrede. Ewan ziet het als manier om de Great Seed weer te gebruiken. Dus door de Great Seed weer terug te zetten, herenigen ze de twee werelden. Want Ewan had ook een verloofde, maar ja, die is ook verloren in de oorlog. Dus dat ook zo weer van, ja, Spijtig. Wat gaan we nou doen? Nou, Kratos heeft heel de mensheid opgegeven. Destijds. Maar ja, die kwam door Anna en zat hij zo van, ja, misschien moet ik het toch maar weer volhouden. Uh-huh. Nou, Martel zit te pitten en ja, Mythos weten we niet waar die is. Verstoppertje aan het spelen in zijn kussenfort. Zou zo moest kunnen, ja. Ik weet het niet. Maar ja, hoe ik Drasil dit alles zit, ja, daar kom ik pas later achter. Want ja, weet ik, Drasil is technisch gezien nu de leider van Crucius, maar ja. Tja. Dat moeten we nog afkomen, hè, ja. Maar ja, zoals je nu al eigenlijk ziet, je exploreert zoveel dezelfde plek opeens, maar dan vanuit een ander perspectief. Maar deze ranch, we zijn hem al een keer geweest, maar we zijn hem nooit binnen geweest. Ja, maar we hadden ook geen tijd om naar de min te gaan. Nou, we konden vaak genoeg hier naar binnen gaan als we dat zouden willen, maar er was nooit een reden voor. Oh, oeps. Dat we gewoon geen tijd hadden. Nou ja, meer zo van, de enige reden waarom we hier destijds naartoe gingen, was voor Marble. Nou, en toen was het eigenlijk zo van, Jordi, je hebt onze pact gebroken. Dus geëxiled. En toen gingen we in de Journey of Regeneration. Dus unlocked we Ifrit, ontmoeten we Sheena voor de allereerste keer, Palma Costa, Undine. Nou, Sylph uiteindelijk gefixt. En toen kwam achter van Teferiala en toen werd alles veel groter. Dus we zijn eigenlijk nooit meer terug geweest in Icelia. Nou, maar dat was ook niet zozeer nodig, toch? Nee, het was ook niet zo nodig. Want aan een van wij waren, en dan zijn we nog steeds, verbannen. Ja. Wij mogen eigenlijk ook deze plek niet meer in. Dus ja, als je erover nadenkt. Ja. Het is niet dat wij hier niet mochten komen, meer wat van, waarom zouden we hier nog komen? Mhm. Nou, ik probeer alles om te ontwijken, maar ja, dat lukt niet aardig. Het is ook moeilijk. Ja. Maar ja, Kavar is er niet meer, Magni is er niet meer, Rodail is er niet meer, dus de enige twee cardinals die er nog zijn Forcistus en ja, Pronima. Maar ja, Pronima hebben we nooit echt gezien. We hebben die paar keer wel gezien, maar nooit echt een human range. Tja. Het kan gebeuren, hè. En dit is op zich het allermooiste. Alle cardinals, ja. Dus Kavar, Magnus, wisten nooit dat Kratos een van de vier Seraphim zijn. Dus Ewan, Mythos en Martel. Dus ze denken nog steeds dat hij mens is. Ja. Oef. The very source of life. Ja, Gozer, je wordt waarschijnlijk toch niet gered. Waarschijnlijk word je eerder vermoord. Mm-hmm. Of opgeofferd. Ja. Want Forcistus gelooft er eigenlijk alleen maar in dat hij zometeen wordt gered door Yggdrasil en dat iedereen naar Deris Carlan gaat. Maar ja. Hij maakt een fout. Ja. Kan gebeuren. Nou, en nu, kijk, Forcistus is tenminste heel snugger. Die denkt van, wacht even, jij praat nu heel specifiek over Yggdrasil.
Ken jij hem? Wie ben jij? Ja. Maar ja, hier is het punt. Het is best laat. En ja. Maakt het op zich niet zo heel veel meer uit. Nee, gewoon hem vermoorden, klaar. Ja. Nou, eigenlijk de... We zijn eigenlijk echt wat die dildohouder is. Wat eigenlijk is, het is een shotgun. Voor eigenlijk voor de spread. Voor spread shots. En ik kan er heel slecht tegen dat iedere keer mijn fucking nurse van mijn shortcuts afgaat. Snap ik. Maar ja, op zich, ik heb nu ook weer Kratos erbij, dus ja, first aid heb ik nu gewoon. Nou, daarmee moet het je wel lukken, toch? Ja, het is... het enige wat deze moeilijk maakt is de... Eigenlijk de machines die erboven vliegen. Want ja, die doen windplates niet zo heel veel damage, maar ja, het is chip damage die je eigenlijk niet wil taken. Snap ik. En ja. Ik zou min mogelijk willen taken. Ja, maar ja, dat is eigenlijk de standaard strategie die je eigenlijk vanaf het begin van de game al doet. Focus je op de kleine enemies eerst en daarna pas de boss. Want ja, het enige wat voor Sistus ruk maakt is zijn... downburst attack. Dan creëert eigenlijk een tornado omhoog en dan een AOE shockwave attack naar beneden. En dan kan je hem niet raken. En dat is heel ruk. Dan zit je vast. Nou, maar dan zit je ook vast en je kan er gewoon even een periode niks. Beetje wachten, beetje kloten, beetje spelen. Ja, want je invincibility frames zijn voorbij voordat hij weer beneden is. Dus hij raakt jou op de, eigenlijk de launch, dus je wordt in de lucht gelanceerd en wanneer je beneden komt, word je alweer geraakt door zijn shockwave. Ugh, man. En dat kan 1000 à 1200 damage doen. Gezellig. Dus ja, het is voornamelijk nu meer gefocust op ervoor zorgen dat wij in leven blijven, dus Nurse is en blijft een leuk spel. Altijd nurse gebruiken voor healen. Ja, nou. Onze grote vriendin Persea krijgt een nieuwe spel. En ja, we zitten gewoon een nurse te spammen. Ja, ik kan je toch niet neerhalen waarschijnlijk. Nee, zolang ik nurse blijf spammen, de damage die hij doet, kan ik weghealen met hun nurse. Mwah, mwah. Ach ja, nou. En nu, dildohouder, ga je ons... je geheim vertellen, zodat we door kunnen. Nou, eigenlijk niet. Dit was totaal niet belangrijk dat Forsistus in leven bleef. We hadden alleen de range nodig, omdat we de mana cannon kunnen afschieten. Oké, okay, let's go, mana cannon. Gewoon blaas al die shit op, klaar. Niet? Wel? Nee, het is meestal van, Kratos, je bent goed in swordsmanship, magic, technologie, alles. Ja, kijk, ik leef iets langer dan mensen. Ja, 4000 jaar langer. Ja, dan zal me ook niet verbazen dat hij verschillende talen kan leren. Nou, die tijd die heeft hij wel. Ja, maar onthou, in de Harkonnesia Peak hadden wij dat script dat we door konden lezen. Nou, omdat Colette the Chosen was, kon zij de engelentaal leren. En spreken. Uh-huh. En toen zei Kratos ook van... Ja, weet je wat? Ik kan wel helpen met grammatica. Ja. Kratos, je bent een fucking mens. Hoe kan jij de taal van de engelen doen? Nou, zo dus. Nou, gewoon zo. Klaar. Ik kan alles. I can do anything if I put my mind to it. Ja, en we dachten, Fascistus is dood. Maar dat is niet het geval. Ik blijf altijd leven. Ja. Nou, zeg dat maar tegen al je andere Grand Cardinals. Ja, het enige wat ik nog tegen kan zeggen is Pronima, maar ja. Echt ja. Maar ja, dat is eigenlijk meer, is er eigenlijk niet zo heel veel van. Want kijk, laten we heel eerlijk zijn, hij staat op zijn laatste poten. En nu begrijpt hij eigenlijk van,
Oh, je bent Kratos. Oh shit. Jij bent Kratos. Nee. Maar je hebt ons verraden. This is treason. En Colette take the hit voor chocolaat. Wij steken hem neer. Ja. Nou, en dan moet je zometeen goed opletten op Colette. Auw. Ja. Oh. Oeps. Ja. En je dacht van, oh, Colette is nou eindelijk een keer fatsoenlijk. Ze gaat heel goed. Nee. Ze wordt een draak. Nou, nah, niet helemaal. Handbagage wordt een echte handbagage van leer gemaakt. Oh, wow, draaikolk. Nee, het, eigenlijk het ding... Gooien. Het ding is... wist je nog met de Tefiala Bridge... Dat je van die hele grote... zeshoeken erop... Ja... Ja, dat gebeurt eigenlijk met Colette, want die X-sfeers die kristalliseren na een periode. Oef. Nou, en omdat Colette eigenlijk één grote X-sfeer is... Ja. Tja. Nou, dit is het signaal. Let's go. Ja, de manen kunnen we afvoeren. Nou, we hebben de Disciple of Everlasting Ice. De Hammer of Thunder. Ik zou zeggen, had hem dan een fucking... Mjolnir genoemd, maar oké. Okay. Servant of Mother Earth. Ja. Wee. En opeens Envoy from the Dark Abyss. Dan denk ik ook mezelf van... Ja, dat is best episch. Dat is wel een epische titel. Wat, en de andere dan? Nee, dit is puur voor de Summon Spirits van Tefiala, hè. Omdat, onthou, de Giant Tree is gespawned in de area... Van Silverhand. Dus wij kunnen niet de Summon Spirits gebruiken van Silverhand om die power te cancelen. We hebben degene nodig van Tefiala. Ah, oké. Okay. Fire Mana Cannon met pointy finger. Ja, by the way, we hebben net de animated cutscene gehad vorige part. Kijk eens, we hebben nog één. Wauw, en nu komen ze allemaal met die dingen. Ja, woosh. Nou, Mana Cannon, huppakee. Bam, daar gaat het hele land. Oh, shit. Ja, en dit is best dom. Hij schiet omhoog. Schiet omhoog, schiet omhoog, schiet omhoog. Huppakee. En dan raakt hij eindelijk de fucking boom. Boom. Ah, mijn boom. Nee. En daar is... Ja. En ook die chick die in de boom was opgesloten. Shit. Ja, en dat is dus het hele punt. En ja, dat dacht ik een beetje het raar ervan. Je zou denken van, oké, Giant Tree, dit is heel, heel belangrijk. Maar dit is niet opgelost. Nou, dat scheelde. Dus ja, de boom zit er vast aan de Holy Grounds of Karlaan. Dus daar is Karlaan. Dus ja, die ganse bol van manen die we moeten bezoeken, komt nog wel. Okay. Dus dat staat later op de planning. Maar laten we nu eerst even kijken hoe we Colette moeten healen, want ja. Ja, de vrouw vindt het weer nodig om niet haar bek te openen. It's gross. Het ziet er best wel vet uit. Ja, ik ben al redden, het ziet er ook best vet uit, maar ik zit er zo in van, Colette, hoe vaak hebben we nu gezegd over het feit dat jij hier gewoon je bek moet opentrekken in zulke gevallen? Genoeg. Ja. Dus, trek de bek open. En zeg dat het aan de hand is, want ik vind iedere keer, voor hetzelfde geld ben je zometeen een keer te laat. Voor hetzelfde geld gaat ze dood. Nou ja, dat zou niet zo heel erg verkeerd zijn, want ze is toch maar een bagage. Oké, doei. Ja. Nou, die zijn ik gedropt in de koffer. En Colette ligt nu in bed. Nou, gelukkig. Daar zijn we even vanaf. Ja. En het geinige nu is de Tower of Salvation, die gigantische pilaar, is nu weg.
Ah, gelukkig. Niet helemaal. Het stond in de weg van het zonlicht. Ja, voor de zonnepanelen, ja. Maar dat is niet helemaal goed, want eigenlijk wat de Tower of Salvation deed voor ons, was eigenlijk een beetje de balans en de connectie erin houden. Dus nu is de connectie weg en de balans weg. Dus ja, er gaat iets gebeuren. Ah, kut. Dus ja, dit kan nog interessant aflopen. Nou, ik denk wel dat het positief gaat worden uiteindelijk. Ja. Ik heb er vertrouwen in. Praat over positiviteit. Zelfs zei van, hey, weet je wat? Maar meerdere Chosens hebben gefaald. Is dat zo erg? Nee. Nee, maar meerdere van die Chosens gingen ook dood. En wij willen niet dood. Nope. Ik ga ook. Nee, blijf jij maar hier. Oeh. Dus ja. Even kijken, prestatie. Kleer Tefiala. Trophy. Wat eigenlijk heel raar is, want eigenlijk ben je nog niet klaar. Net zoals toen wij de ding kregen van, ja, kleert Zilverrand. Maar technisch gezien hebben we dat niet gedaan. Ja, technisch gezien, maar ja. Ja, eigenlijk. Weet je wat het mooiste is? Ik kan nu eigenlijk precies zien. Dat is het mooiste met de prestaties. Je kan precies zien wat ontgrendeldatum is. Kleer Tefiala, wanneer denk je dat ik die heb gedaan? 2015. Oké, ik weet dat ik heel erg ben met mijn uploaden, et cetera. Maar ik record niet iets, edit het dan. En upload dan 2 jaar later. 2013. Ja, als ik zeg dat ik zo erg ben, dan vergroot je nog de datum. Oké, prima. Nee, ik heb de Kleert Tefiala heb ik ontgrendeld op 3 juli 2017. Dus 1 maand, 1,5 maand eerder dan wanneer dit geüpload was. Dus 3 jaar geleden. Vet. Nou, de recording begon niet 3 jaar geleden. Nou, dus het is eigenlijk nog erger. Shit. Mijn allereerste prestatie was Love Me Tender. Your maximum hit number is 10. Ofwel een van de allereerste titels die ik krijg voor Lloyd. Wat denk je? Ehm... 2016. Datum. Ja, Idol, dat is veel te weten. Nee, datum. 26 maart. 27 september. Hé, dag na mijn verjaardag. Vet. Hé, maar ja. Ik zat wel met de nummers zat ik wel goed. Alleen met de maand niet. Klopt. Nou. Moet pakken wat je pakken kan natuurlijk. Hè? Ja, dus ja, we exploreren een beetje Icelia nu. Maar ja, Icelia hoeft niet heel veel aan te doen. Dus we gaan naar jouw grootste vriend toe, Nando. We gaan naar Durk. Ah, fuck. Nou, dan gaan we... Nee, niet naar Durk. We gaan naar Durk. Nee. We gaan naar Durk. Nee. Durk. Nee. Durk, Durk. Nee. Kunnen we hem niet cancelen? Nee. Nou... Waarom niet? Nou, geen idee. Maar ja, Kratos vraagt hier een goede vraag. Hoeveel dingen heeft eigenlijk Durk geërfd van zijn dwergen? Geërfd? Ja, want die is punt. Alle technieken worden geërfd, hè. Jij leert het van je meester, of je leraar, of je instructeur, of je mentor. En jij brengt het dan weer door naar de volgende generatie. Veel. Is dat een antwoord? Ja. Want een beetje het ding waar het over ging... was dat onze grote vriend misschien niet weet hoe die Colette moet healen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Nou. En nu krijgen we eigenlijk een beetje uitleg van waarom Forsyth de Saiyan Hero heet.
Er was een groep mensen die een gigantische massacre op half-elves deed. En hij stopte die mensen. Oh, dat is niet zo handig, nee. Dus daarom werd Forsythius gezien als een war hero. En ja, dat is eigenlijk een beetje het hele idee. Voor mensen is hij evil, maar voor de half-elves was hij goed. De half-elves was hij een held. Ja. En dat is een beetje dat hele rare aan oorlog. En ook een beetje rare aan haat. Haat begets more haat. Als ik iets van iemand anders afneem, creëer ik haat. Hij pakt dan weer terug door iets van mij af te pakken, waardoor ik meer haat krijg. En dan krijg je de hele cyclus. Ben je nu opeens een dialoog aan het uitvoeren? Nou, Payne's dialoog is eigenlijk op zich wel goed hier voor je. Alleen, Payne's idee was door middel van Fear uiteindelijk dingen te controleren. Dus gebruik maken van de Ten-Tailed Beasts om andere mensen te controleren en door middel angst. Van de angst. Ja. En uiteindelijk ook de krachten verdelen over andere landen. Dus één krijgt een Tailed Beast, ander krijgt een Tailed Beast, zodat iedereen een beetje bang was voor elkaar. Wat ik dus zei, die nucleaire deterrents. Ik heb een nucleair wapen, jij hebt een nucleair wapen, we zijn bang voor elkaar, dus we leven maar in evenwicht door angst. Een beetje Amerika en Rusland in de Koude Oorlog. Eigenlijk exact is dat het punt, ja. Daar komt eigenlijk ook het woord nucleair deterrent vandaan. Goeie. Zitten we nu niet in zo'n... Nee, nu zitten we niet zo in... Oh, jawel, jawel. Want nu zijn het er nog meer landen erbij gekomen die het kunnen doen. China en Noord-Korea. Mm-hmm. Maar ja, dat zijn groot gevaar. Wat eigenlijk niet hier werkt, is het idee van Mythos, want Mythos' idee was om dan lifeless beings te maken. Dus die creëren dan nooit de emotie van haat. Dus de emotie van haat bestaat niet meer, dus de cyclus van haat kan ook niet meer bestaan. Mm-hmm. En als je denkt van, hey, weet je wat, de characters, onze party members krijgen niet echt development. Nee. Klopt, maar Genius gaat van een volledige racist naar een racist voor specifieke mensen van een bepaalde doelgroep. Daar moet je maar voor kiezen. Maar dit is dus het ding. Hij haat de mensen steeds meer. Maar hij is wel zo van, Lloyd, ik mag jou. Ook al ben je een mens, ik mag jou. Er zijn altijd uitzonderingen. Ja, precies. Dat je dat maar weet. Ja. Praten over wat we nu moeten weten. Hoe de fuck moeten wij de wereld redden? Want wij weten niet... Kijk, ik heb net uitgelegd van waarom... hoe eigenlijk Mythos de wereld in twee heeft gesplitst. Vanwege de Lord of the Summon Spirits. Mm-hmm. Maar ja, dat weten wij nu. Weet Lloyd en de gang niet. Dus die zijn nu aan het uitvogelen van... Oké, hoe de fuck gaan wij dat doen? Nou, dat is gewoon niet mogelijk. Nou, het is wel mogelijk, maar we zijn een beetje aan het kijken van, ja, hoe gaan wij dit nu doen? Ik zou het niet weten. Nou ja, de enige die er veel van weet is Kratos. Maar ja, Kratos is weer... Pleitos. Yep. Ach ja. Nou, en nu is het een beetje het standaard principe wat we heel vaak hebben met cutscenes of een bepaald punt. Dan stoppen wij in een area en kunnen we met iedereen praten. Rain is meer geïnteresseerd hoe de wereld gestopt kan worden. Genius is meer van, oké, mensen zijn best wel akelig. Regal is meer zo van, ja, Lloyd, je bent toch wel charismatisch. Je kan toch wel de wereld herenigen. Aww. En
De, en dan een beetje met alles. De power of words bepalen heel veel dingen. Nou, Prusea zegt dat deze area een beetje lijkt op OZ. En ziet het meer van... Oh ja. Hm, het zijn toch wel onderdelen van de wereld of van... Ik denk van ja, het is toch wat hetzelfde. Ja. Oh, zo, mijn moe man. Wat een lange dag was het weer vandaag. Nou, ik durf ook te weten, want je wordt ook minder moe als je record wanneer jij niet alleen hoeft te kijken, maar ook echt daadwerkelijk de games kan doen. Maar ja... Wat ondernemen. Hier is het punt. Ons eerstvolgende project, waarin wanneer Nando en ik echt dingen gaan doen, dat duurt nog wel even. Nee hoor, want we doen er eentje met Harm. Ja, klopt. Toch hebben we ook letterlijk maar één sessie van gedaan. Opeens 2-3 weken verder en dan is het zo van... Oh ja. Oeps. Nou ja, ik zat met examens. Harm zat met werk. Jordi zat zo van... Jordi zat van... Oh, nou ja, kunnen we dan een ander project tussendoor doen? En toen kwam... Ja, nee, het is ondertussen 2 weken geleden. Yep. Ja. Nee, en op zich het mooiste ondertussen ook nog is dat Zelos zegt van... Lloyd, je hebt best wel een crap leven gehad, of niet? Zo van, gozer, zijn vader was een dwerg, hij heeft heel veel dingen geleerd. Wat is daar crappy aan? Iets is crappy. En ik vergeet iedere keer, oh ja, wacht even, hier is een deur. Zoek de deur, Jordi. Dat wordt een nieuwe game, zoek de deur. Ja. Vraag Soepske wel of hij de deur wil maken. Ja, die kan wel een hele mooie deur maken, denk ik. Nou. Ja, het is... Ja, laten we even heel eerlijk zijn. Dit is nog steeds mijn meest gehate punt van Colette. Van, ja, sorry dat ik weer een burder ben. Alsjeblieft, breek die pack van jou nog eens keer op en zeg gewoon... Ja. Zeg wat je wil, please. Nou... Of zeg wat je wil, of zeg, ja, er is iets met mij aan de hand. Kijk, het allerergste vind ik nog steeds die tempel, want ze wist van alles. Ik word engel en ik leef steeds meer dingen in. Dit vind ik nog steeds het allerergste. Maar ja. Niet dat je er veel meer aan kan doen. Nee, we kunnen er niet zo heel veel aan doen, maar het is wel zo van, ja, als Colette gewoon zijn pek had geopend, dan kon je op zich nu eigenlijk nog wat dingen doen, maar ja. Ach ja. Het is niet altijd makkelijk, hè. Nee. Nou, nu krijgen we de cheesy remark van Lloyd. Ik zal je redden als je hulp nodig hebt. Ja, het mooiste vind ik ook gewoon hoe jij het zegt, man. Ja, we gaan je redden. Nee, maar zo is het toch. Nee, zo is het inderdaad ook, ja. Ja, bla 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 bla. Op een gegeven moment ben je er wel een beetje klaar mee. Met nee, zie je nu ook een beetje mijn punt van Colette? Ja. Kijk, dit is niet echt haat naar Colette toe. Maar het is wel zo van... Ja. Als je graag had gewild dat ik een beetje focus op die character zelf... Dan had ik het op zich mooi gevonden... Als zij niet iedere keer in dezelfde val liep. Ze zit de hele tijd in dezelfde val, inderdaad. Ja. Maar dit is hoeveelste keer dat ze zo'n redemption arc heeft? Nou, 20ste keer? Even kijken, de allereerste keer is dat ze, toen ze wegliep... En ons tegen ons zei, ja, ik ga in de middag weg. En ze ging in de ochtend al weg. Mm-hmm. Tweede keer was... eigenlijk al vanaf de eerste tempel, want ze wist wat zou gaan gebeuren. Yep. Derde keer was met die ijskoffie. Dus wij geven hete koffie aan haar, zeggen dat het hete koffie is, zeggen daarna dat het ijskoffie is, zeggen daarna dat het weer hete koffie is. Oh, ja, en zij die voelt niks. Nou, daarna emoties en andere dingen. En het is iedere keer van, ja, Wat wil je nou, woman? Nou, ik weet wat zij wil. Ze wil Lloyd's dick. Met Lloyd's dick krijgen ze niet als ik iedere keer blijf liegen. Ja, stop met liegen. Dus daarom nemen we China mee binnenkort in onze boot. China is veel beter. Ja, maar China's story is eigenlijk al klaar. Kijk even naar alle characters die we hebben. Lloyd wil de wereld redden.
En dat is puur omdat hij niet wil dat andere mensen hetzelfde krijgen als hem. Dat er niet meer mensen als worden, komen als Colette en Zelos, de Chosen Ones, etc. Ja. Genius gaat mee omdat Fakol. Rain gaat mee omdat Genius meegaat. Nou. Colette gaat mee omdat, nou ja. Hè? Moet wel. Zelos gaat mee van, ja weet je wat, ik heb toch niks beters te doen. Ik kan wel de hele tijd Gigolo spelen, maar weet je wat, het is goed zo. Ja. Rico en Presea, hun story is eigenlijk een paar afleveringen was dat geleden al klaar. Omdat hun verhaal al klaar is. Meer hebben ze niet te vertellen. Nee. Nou, en China gaat alleen maar mee omdat China graag alles graag rond wil hebben. Want zij is nodig voor de mana kennen, et cetera. Mhm. Dus ze moet toch iets, hè? Ja. Ja, Lloyd. Er was eigenlijk ganse schade hier. Oei. Oh. Goed gedaan, Mythos. Lekker. Goed gedaan. Hij deed ook zijn best. Ja. Voor het eerst. En Zelos zit zo van... Ik geloof sure het niet helemaal. I'm not sure if I can believe it. But whatever you say... Ja, nou, nu gaan we toch naar de Cyback, omdat wij graag meer willen lezen over de oorlog. Maar willen we dat echt? Nou ja, we moeten Colette saven. Ah. Ja, als we het niet doen, dan zitten we weer met Colette. Daar heb je wel een punt, inderdaad. Nou, want we kunnen het ook niet doen, maar ja. Ach ja. Een beetje jammer dat we onze tijd daaraan moeten verspillen. Ja, het liefst zou je zeggen van, weet je wat, we gaan naar Terrence Carlin toe, we blazen Terrence Carlin op en zijn klaar. Maar ja, zo simpel is het niet. Kan het maar wat makkelijker zijn. Oh, je gaat Berseria heel leuk vinden, want daar is het doel al duidelijk vanaf deel 1. Ik moet Berseria nog spelen, setface. Nou, Symphonia heb je ook nog niet uitgespeeld, dus... Nee, maar weet je, bij Berseria krijg ik wat meer motivatie vanwege dat het op de PlayStation is. Fair en ik hou van trofeeën. Maar het probleem is dat je al vanaf het begin moet opletten met wat je doet. Qua trofeeën halen. Omdat je... Kijk, wat was het ook weer? Telkens als je een enemy verslaat, dan heb je kans dat ze een of andere ding drop of zo. En het is iets wat je maar bij sommige enemies maar één keer kan collecten ooit. En je moet dat daadwerkelijk van elk enemy... Ik weet even niet hoe het heet. Maar... Dat is niet per se de drops van de enemies, maar dat is voor de monsterboek. Ja, dat. Je moet iedere monster moet je scannen. Ja, dat. Dat geef ik ook dat is gewoon een rotklus. Toch even, in Berseria is het minder erg dan in Symphonia. Maar dat valt op zich nog wel mee. Want er zijn maar een paar monsters die verdwijnen in Berseria. Maar merendeels gewoon aardig makkelijk te doen. Alleen de truc is in deze dat jij alle unieke monsters gaat verslaan. Ja. Nou ja, weet je, als ik dat ga doen, dan wil ik gewoon een guide erbij hebben. Ja, nee, klopt. Geef je groot gelijk. Dan weet ik zeker dat ik alles heb. Want ik heb geen zin om... Maar volgens mij moet je ook nog eens voor een trofee New Game Plus doen. Omdat je dan een boss of zo kon doen. Of je kon daar een item krijgen wat je nodig had. Voor de 100% completion. I don't know. Het is gewoon heel veel moeite. Ja, fair enough. Mensen, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.